We praten met Roy Huiskes van chapter42.com. SEO-specialist ben je. Jij vindt dat we niet aan linkbuilding moeten doen. Sterker nog, we moeten links weghalen. Ja, dat klopt. Op het moment zie je heel erg sterk dat Google heel erg sterk is gaan letten op wat voor links zijn er. Wat is de kwaliteit van je links en hoe ziet je profiel er eigenlijk uit? En door in het verleden werkte alles. En hebben we met z'n allen heel veel slechte sites aangeschreven die ons linkjes hebben voorgegeven en geregeld. Die nu eigenlijk niet zoveel waarde meer voor ons hebben. Sterker nog, die eigenlijk gewoon drukken op de rest van de kwaliteit die we wel hebben. Dus we hebben nu een aantal cases hebben we gedaan om... Dus vroeger dachten we altijd een link van een site met een hoge PageRank, die verzwaart jouw PageRank. Google heeft die formules veranderd. Ja, klopt. Hoe werkt dat nu dan? Het PageRank verhaal is inderdaad dat hoe meer linkjes je krijgt, hoe sterker jouw site wordt. Maar dat zegt nog niks over de kwaliteit van de links. Dus er werd ook gestuurd op lage kwaliteit links. Want ja, voor hoeveelheid telt ook uiteindelijk mee. Wij spreken een linkje van een sekssite was ook goed. Nou, die waren al heel snel niet meer goed. Maar relevantie was natuurlijk ook wel een dingetje. Maar je zag al heel snel dat je bijvoorbeeld... We hebben heel veel stadpagina's in Nederland. En een stadpagina zelf is prima. Er zijn nog wel wat varianten die ook oké zijn. Maar er zijn ook heel veel klonen of snel opgezette hobbykamer sites. Affiliate sitejes? Bijvoorbeeld, die dan eigenlijk een stuk minder van kwaliteit zijn. Met als gevolg dat die dus eigenlijk nu best wel drukken op jouw resultaat. Als jij bijvoorbeeld met een bepaald woord, pakken ze een woord autoverzekering, daarop verlinkt staat. Dan zegt het in één keer van, hé, jij bent helemaal niet zo relevant voor autoverzekering, want hier heb je op gestuurd. Je hebt geprobeerd Google te manipuleren. En werkt hem nofollow dan nog? Soms wel, soms niet. Ligt eraan welke hoeveelheid. Liever helemaal geen link? Dan zou ik hem liever weg hebben, ja. Maar hoe doe ik het dan wel? Linkbuilding bedoel je? Ja. Nou ja, het gaat juist om het relevant zijn. Wanneer ben jij bij de welke doelgroep relevant? Wat is nou interessant? Wat is de context waarin het zit? Dus waar zit jouw doelgroep? En dat is eigenlijk weer het klassieke marketingverhaal. Klassieke doelgroepbepaling. En waar die zitten, die links moet je wel hebben. Voor linkbuilding zou ik dat zo simpel willen houden voorlopig. Maar juist inderdaad gewoon klassieke marketing. Van waar zit je doelgroep en waar moet jij dus op dat moment ook zijn? En waarom ben je daar? Want wat is jouw relevantie op dat moment? Maar om te beginnen moet je dus kijken, als je al heel veel links hebt, dat je gewoon echt actief links moet gaan weghalen. Het kan zeker geen kwaad om eens een keer goed door je linkprofiel in te lopen en te kijken van, wat zit er nu precies allemaal in? Waarvan ik denk van, dit is niet... Waarvan je zelf al een beetje kijkt van, zit ik hier wel in? Zit ik hierin voor Google of zit ik hierin omdat mijn klanten hier zitten? En als die site dat niet weg wil halen, kan je er dan nog iets aan doen? Dan kun je bij Google een lijstje aanleveren en zeggen van, deze linkjes vind ik niet meer wat waard of die zijn eigenlijk gekocht of die wil ik graag schoonmaken. Maar dat zou ik pas gaan doen op het moment dat Google je daadwerkelijk ook een mailtje heeft gestuurd en via een berichtje heeft gestuurd. Van wij vinden eigenlijk dat jij jouw kwaliteitslinks niet goed genoeg is. Daar zou ik niet aan beginnen als je daar nog geen drukte mee hebt. Dat hoor je dan vanzelf. Oké. Maar als ik geen mailtje heb gekregen, dan kan ik ook... Kun je wel last hebben van verkeerde links. En dan kun je beter proberen ze weg te halen, maar dan zal ik geen slapende honden wakker maken nog. Ah, dus je moet het ook misschien niet aan Google vertellen, omdat zij dan jou gaan onderzoeken of... Nou ja, je wilt, wat ik zeg, geen slapende honden wakker maken. Kijk, zolang het werkt, werkt het. Wat je zelf weg kunt halen, heb je zelf in de hand. En de rest, dat moet je natuurlijk niet te duidelijk te bovenop leggen van, dit is wat ik gedaan heb in het verleden. Tenzij het daadwerkelijk nodig is dat je moet opschonen. Maakt het wel moeilijker natuurlijk, want die echte sites in je doelgroep zijn vaak niet zo makkelijk om daar even een linkje te krijgen. Ze zijn vaak wat duurder, wat meer werk. Stellen wat hogere eisen aan de kwaliteit van jouw content, van jouw netwerk, van jouw reclameactie of wat je maar doet. Dus ja, dat kost inderdaad wat meer energie. Maar eigenlijk wat je zegt is de 5 of 10 sites die recht in je doelgroep zitten, daar moet je heel erg op concentreren. En de rest van 10 sites hebben natuurlijk wel weer 15 of 20 sites die hun aanschrijven. En dat is natuurlijk het hele principe van PageRank en linkbuilding, dat het bouwt ook vanzelf op. Dus het is ook een kwestie van het kijken wat voor diepe sites stuur je op. Kijk, als je op een Telegraaf stuurt, die is natuurlijk ook al heel groot, sterk en heeft al autoriteit en heeft al heel veel linkjes. Dus daar krijg je vanzelf dan iets van mee. Je laatste tip voor online marketeers die met linkbuilding bezig zijn? Ja, kijk waar je doelgroep zit. Ook specifiek voor linkbuilding. En niet kijken als er komt een verkeer af van een link, dan is het een goede link. Komt er helemaal niks vanaf, die laatste jaar eigenlijk geen traffic erop gezien. Dan moet je nog eens afvragen of die er staat voor Google of voor je bezoekers. Leuk. Dankjewel. Leuk verhaaltje. Ja.